Welkom in sessie 84 van het Oerlootpot 2. Ik lees paragraaf 463 van de lesnotas. Het is mogelijk om een binaire hoop te maken als binaire boom. Ja, waarschijnlijk zal hier dat moeten staan, dus als algemene, hè, algemene binaire boom. Hoe wil dat dan zeggen? We willen gebruik maken van de technologie die we al kennen. Hè? Dus wij, hoe hebben wij een binaire boom, een algemene binaire boom? Of ook een binary search tree trouwens, by the way, opgesteld. We hebben dus eigenlijk zo'n knoopstructuur, hè, een C-knoop opgesteld, met dan eigenlijk een referentie naar links en een referentie naar rechts, ja. En dan ja, de value, maar daar hebben we niet veel aandacht aan besteed, en dan de key, ja. En op die manier hebben wij dus onze boom telkens tot nu toe samengesteld. Hè, waarbij men voor elke knoop bijhoudt wat zijn linker- en rechterkinderen... Ja, dat zal linker- en rechterkind is, hè, want we spreken ook niet van linker- en rechterarmen, hè. Het is toch maar één, hè? Dus wat zijn linker-rechterkind is. Dat is dus een manier van werken, ja. Maar, ja, je voelt het al aan de intonatie waarschijnlijk van mijn stem, dat is niet de manier van werken die we hier gaan toepassen op een binaire hoop. Omdat de binaire boom steeds compleet is, zoals we eerder hebben gezien in de eerdere sessie, staat ook in de lesnotas, bestaat er een, ja, ik zal het om je opletten, met eenvoudig, ik weet niet of je dat eenvoudig noemt, als ik sommige antwoorden op examenvragen zie, dan ik vind toch dat moet er niet bij, hè. En ook sneller zou ik toch mee oppassen, hè? Want het gaat dus over de constructie nog altijd. Hè? We zijn nog altijd bezig met de implementatie, dus met de constructie, ja. We zijn nog niet bezig met wat ons eigenlijk ook erg interesseert. Hè? Ah, we interesseren ons ook nog erg misschien. Krut, hè? Ja, hallo. Altijd hetzelfde, hè? Het toevoegen, het zoeken, het updaten en het deleten van data in die boom. Hè? Die een gewone, ja, die een array gebruikt. Hè? Ja, en een array kennen wij ook, hè? Dus een array, je weet nog wel... Dus die telkens ook bestaat uit elementen, namelijk een index en een waarde. Ja? Dus die hebben we al 10 keren gebruikt, zeker ook in het Oerlootpot 1. En blijkbaar brengt die hier nu solaas om dus die binaire hoop te gaan construeren. Veronderstel dat we de knopen van een complete binaire boom nummeren. Ja? Op de volgende manier. De wortel van de boom heeft rang nummer 1. De knopen op diepte 1 worden consecutief genummerd van links naar rechts en krijgen de rangnummers 2 en 3. Ja, zit je hier. Daarna worden de toppen op diepte 2 genummerd, startend vanaf 4, van links naar rechts. Dus genummerd eigenlijk door. Hè? Dus 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En wat gaat je nu doen? Jawel hoor, je gaat dat dus in een array stoppen. Dat zal hier waarschijnlijk hierachter ook staan. Ik had er nu al een array getekend, ik heb hem terug een beetje kapot gemaakt. En dus als ik die array dan hier zou tekenen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, het gaat er juist niet op, spijtig. 9, tenzij dat ik er hier nog eentje bij doe. Ja, waarom begin je niet van 0? Wel, dat is het nu juist. Je begint niet van 0, dus je laat 0 eigenlijk open en dan begin je dus dat in te vullen. Dat is 2, 5, ik zal misschien een ander kleurje gebruiken dat je het ziet. Nu ben ik dus bij 3, dat is toevallig 3. Dan hier op positie 4, ik hoop dat je het ziet. Positie 4 komt dan 9, positie 5 komt die 6, op 6 komt 11, op 7 komt 4, ik hoop dat je het ziet, op 8 komt 7, 10, en op 9 komt die 10, en helaas pindakaas, die laatste waarde kan er niet bij, maar die zal met een beetje geluk wel op de volgende pancarte staan. Ik hoop dat je ziet wat er moet gebeuren. En als je dat eenvoudig vindt, wel, zoveel te beter voor u, zou ik zeggen, dikke duim, en dat is dan meegenomen. Wel, ik ga verder. Dus 24, 25... Er is een verband tussen het rangnummer van de knoop en het rangnummer van zijn kinderen. Ja, inderdaad. In die array. En dan ben ik natuurlijk een beetje spijtig dat ik dus die array nu niet heb gekopieerd naar hier. Weet je wat? Ik ga even stoppen en ik ga die terug opnieuw schrijven hier. Een beetje deftig. Klein kontje. Kijk, ik heb de meteen dan uit Excel gehaald. Hè. Een beetje deftig. Dus dat is die array. Ik hoop dat je het herkent. 2, 5, 3, 9, 6, 11, 4, 17, 10, 8... En dan hier ook heb ik het, de binaire hoop nog eens teruggeschreven, zodat je de overeenkomsten ziet. Hè? Akkoord? Wel, er is nu een verband dus tussen het rangnummer van een bepaalde knoop en dat van zijn kinderen. Ah ja, kijk, deze eigenschap. Wanneer een knoop rangnummer i heeft, hè, dus i dan eigenlijk ja, groter dan of tenminste gelijk aan 1, hè, en dus wel degelijk een element van n zijn, want het is dus een index... Dan hebben zijn linker- en rechterkind, als die bestaan, respectievelijk rangnummer 2 keer i en 2 keer i plus 1. Inderdaad, ik ga een keer rood pakken, ik hoop dat je dat kunt zien. Laten we nu een keer hier. Kijk, als die dus hier knoop 2 heeft, dan hebben ze dan 2 kinderen. Wel, dan deze heeft dus rangnummer 2 keer i, namelijk 2 keer 2. En dat klopt, hè, want 2 keer 2, dat is 4. En deze heeft rangnummer 2 keer 2
plus 1, ja, zijn de 5. Ik hoop dat je dat ziet. En dat is altijd zo. Check het uit. Je kunt dat formeler bewijzen ook, maar dat is zo. Eigenlijk hebben we daar ook weer een mathematische inductie voor nodig. Maar ja, daar gaan we nu niet over. Wij willen vooral weten dat dat zo is. Maar dat gaat dus gevolgen hebben in onze array. Je gaat dat zien. Ik ga eerst even verder. Omgekeerd geldt, want dat zou eigenlijk ook een aparte eigenschap mogen zijn, vind ik eerlijk gezegd, wanneer een knoop rang nummer i heeft, en deze knoop is niet de wortel, de top, want de wortel natuurlijk, dan stopt het, die heeft steeds rang nummer 1, dan heeft zijn ouder rang nummer floor i gedeeld door 2. We kunnen stellen dat deze drie dingen waar zijn. Ja? En dat is ook zo. Deze drie dingen waar zijn. Ja? Ik zal de laatste ook nog uitleggen. Ja? Ik zal de laatste ook nog uitleggen. Dus inderdaad, als ik hier nu een knoop pak, bijvoorbeeld pak dan deze, 11, wel, dan kan ik gaan kijken naar zijn parent. Hè? Dus dan is een parent, hij heeft één en ouder. Dan neem je dus de floor, deze notatie voor de floor kent jij, gedeeld dus dat rangnummer van dus die knoop door 2. 6 door 2, de floor ervan, is 3, net zoals 6 door 2 toekomst. En inderdaad, zijn parent heeft rangnummer 3. Ah, en geldt dat dan voor 7 ook? Ja, pak 7, deel dat door 2. Dat is uiteindelijk 3,5. Hè? Maar de floor van 3,5, dat weet jij, zie je ook vorige vakken en zoveel verder, is gelijk aan 3. Dit is een algemeen erkende manier om de floor te schrijven. Dit betekent dat we een binaire hoop kunnen opslaan in een array waarbij de ouder-kindrelaties afgeluid worden uit de eigenschap 436 en 436 bis. Laten we dat zo maar zeggen, want dus dit geldt ook. Inderdaad, ik kan nu zien, hier bijvoorbeeld, ik kan hier direct naar de parent en de children van die knoop. De parent zal zijn 5, de floor van 5 gedeeld door 2. Dat is dus eigenlijk 5 gedeeld door 2, zoals 2,5 is 2. Dus zijn parent is deze knoop, knoop 2, met sleutelwaarde 5. Is dat zo? Dus we waren hier bij 5, ik zal een andere kleur gebruiken. Dus we waren hier bij deze knoop. Pas op, met rangnummer 5. Hè. Dus het rangnummer 5, dat is dan deze hier. Hè. Dus dat is hier deze knoop. En zijn parent is inderdaad de knoop 2 met waarde 5. En zijn children zullen zijn, wel 2 keer 5 is 10, en 2 keer 5 plus 1 is 11. Dus zijn children zijn 10 en 11. Met andere woorden, hier is niks aanwezig. Dus opletten wat dat je hier doet als waarde, om te weten dat die inderdaad nog niet gevuld is. Hè. Dat is een praktisch probleem, dat in de lesnota's niet worden besproken, maar dat wel erin is. Want als je zegt, ja, ik zet er hier 0 in, hè, want dus in mijn Java-array staat toch altijd 0, ja, dan weet het de software niet of dat je hier 0 hebt instaan omdat er niks is, of dat effectief een waarde is, ja. Dus dat moet je effectief nog aanpakken. Zie eventueel later en verder. Maar ik hoop dat je al kunt inzien dat dat eventueel voor problemen kan leiden. Dus, maar goed, ervan uitgaande dus dat we dat dan hier maar openlaten. Hè. Maar dus van de computer is dat onvoldoende. Dus dat je een of andere nulreferentie gaat gebruiken. Maar ja, zijn we dan nog bezig met een ordinaire array? Dat is dan weer iets anders. Goed, ik wijk misschien af of ik wijk te veel uit. Maar in ieder geval, zijn ene kind van die 5, van dus... Correctie, van dus dat 5, het rangnummer 5 van dus die knoop met waarde 6 is de knoop met referentie, dus of met de rangnummer 10 en waarde 8. En dat klopt. En de andere is er niet. Dus dat klopt ook. Dus ik hoop dat deze illustratie misschien een beetje rommelig uitklikt, maar niet met die bedoeling zo gedaan, dat die u al doet inzien dat dus inderdaad dit van tel is. En dat is wel heel belangrijk om daarmee te kunnen verder gaan. Hoe verder gaan? Wat wil je nog verder gaan? Ik heb nog niet eens gekrut, hè. Ik heb nog niet eens gekrut, hè. Ik heb alleen gezegd, oké, zo kan ik eigenlijk die binaire hoop gaan voorstellen. Maar ik heb nog geen enkele knoop toegevoegd, ik heb nog geen enkele knoop gedelete en ik weet ook nog niet eens hoe je dat die priority queue kan uithalen. Dus laten we als een spijt maar verder doen. En dan komen, ja, inderdaad, hè, voilà, dus dit is een beetje wat ik hier ook heb gezegd. Merk op dat de positie 0 niet gebruikt wordt, ja. Ja, zijn nog beschikbaar voor nieuwe elementen, maar goed, dan weer de vraag. Hè, dus dat de index 0 niet gebruikt wordt, oké, dat kan de computer ook gemakkelijk inzien. Maar dat die nog beschikbaar zijn voor nieuwe, ja, voor nieuwe, trouwens niet voor nieuwe waarden, hè, voor nieuwe sleutels. Hè, voor nieuwe sleutels, hè. Hier komen sleutels in. Hè. Dat in zijn geheel is eigenlijk een element van de array PQ. Ja. Maar goed, hè, want dus wat die sleutel is, ja, die sleutel is dan eigenlijk zijn prioriteit. Hè. Dat staat eigenlijk ook niet duidelijk uitgelegd. Hè. Die sleutel zal de prioriteit zijn, ja, in onze key-value pair. Ja, in onze key-value pair. En dus in een array zitten elementen, namelijk de index, in combinatie met dan de sleutel, waarbij de sleutel nu de nuttige waarde is. Wel, we gaan dus nu kunnen gaan beginnen aan het opzoeken. Hè. Nu, het opzoeken, dat kunnen we nog snel meepakken hier, want laten we eens lezen wat er staat in die paragraaf. Uit de ordeningseigenschap voor binaire hopen volgt dat het element met de kleinste sleutel...
pak de knoop, hè. De knoop met de kleinste sleutel steeds de wortel van de boom is. Want elke andere knoop heeft een ouder waarvoor de sleutelwaarde kleiner is dan de sleutelwaarde van die knoop. Het opzoeken van, de knoop met de kleinste sleutel is een triviale bewerking. Dus ja, triviaal wil zeggen banaal, eenvoudig, die de binaire hoop ongewijzigd laat. Deze bewerking kan... wordt uitgevoerd, hè? Dus niet kan, het wordt uitgevoerd in een constante tijd. Hè? In een constante tijd, inderdaad. Want je gaat eigenlijk in dus die binaire hoop eigenlijk alleen maar op zoek gaan naar het element met de kleinste sleutel, ja. Nu zeg ik zelf element. Naar de knoop met de kleinste sleutel. Dat is wat je interesseert, want die heeft dan zeg maar de hoogste prioriteit. Die anderen hebben een lagere of eventueel gelijke prioriteit. En dat is wat je interesseert, want die wil je eigenlijk het eerst bedienen. Die wil het eerst helpen. Vanaf als die verdwenen zal zijn, zoals je zelf zult zien, zal dan in dit geval nu deze hier wel in de plaats komen staan en kunnen die gaan bedienen. En want dat is wat je interesseert. Zie wat ik u een aantal of een paar sessies geleden heb gezegd. Wel, waar ik gezegd heb, kijk, als die hier met prioriteit 1 aankomt, die moet eerst bediend worden. Dat is dus eigenlijk, ja, dat is uw conference call. Hè? Dus het is allemaal, weet ik wel, andere soorten IP-pakketjes. De pakketje moet voorrang krijgen in die router. Wel, die moet je naar voren kunnen schieten, ja. Wel, van, dus dat is wat interesseert. Dat willen we dus opzoeken. De rest willen we nog niet opzoeken. Dat staat te wachten, daar houden we mee bezig. Eerst dat pakketje doorlaten en dan kijken we verder, ja. En dus dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. Dus inderdaad, dus die, wat staat er hier nog een beetje verder zeker? Ja, ben ik hier nog, verdorie, ben ik een beetje aan het ver gaan. Het was hier eigenlijk, hè. Dus wij konden inderdaad zeggen, dat heeft dus de hoogste prioriteit in nummering. En dus het opzoeken, hè, dus we, dat is eigenlijk, dus, eigenlijk alleen maar zoeken naar dus eigenlijk de wortel, hè, wat dat je doet. En het zoeken naar de wortel, dat gebeurt eigenlijk ja, op een banale, triviale, eenvoudige manier. Wat wel al wat lastiger gaat worden in onze krut, die we toch willen doorgronden, is het toevoegen en straffer nog het verwijderen. Beide zullen we aanpakken in de volgende sessie.